Mijn vrouw Katinka en ik zijn 24,5 jaar hier begonnen, op deze plek, midden in Heerlen. Zo lang kennen wij Frans. Inmiddels is hier het Pancratiusplein het horecaplein eigenlijk van Heerlen, van Parkstad kun je zelf zeggen. En Heerlenaar is enerzijds een beetje kat uit de boom kijkerig en een beetje terughoudend. En anderzijds is het ook iemand die open staat voor anderen en voor iedereen is hier eigenlijk welkom. Ook door de geschiedenis denk ik, want hier kwamen door de mijnindustrie, kwamen hier van heinde en ver en vanuit alle richtingen kwamen veel mensen. Ik kijk tegen Frans Timmermans enorm op als iemand die een enorme kennis heeft over een heleboel dingen. Hij is een bevlogen Europeaan. Dat is hij ook echt, dat speelt hij allemaal niet. Hij is integer, hij is kundig en hij weet mensen enorm te inspireren. Als hij tegenwoordig komt en gaat hij ergens zitten, dan zeg ik goedemiddag, heer commissar. Of zoiets, een beetje flauwekullerig. Ik vertrouw hem gewoon. Ik zou hem mijn portemonnee geven. Daar kun je Europa aan toevertrouwen. Die doet geen gekke dingen, die denkt goed na over wat hij doet en wat hij zegt. En niet lullen maar poetsen.